Hoi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik laat jullie de favoriete producten van mij zien. Ik heb een heel groot gevuld mandje met allemaal hele mooie producten waar nu wat dingen uitvallen. En ik ga je dus laten zien welke producten ik dus heel erg fijn vond van de maand mei. Het is een volle collectie met mooie producten. Dus mocht jij benieuwd zijn naar de producten die ik dan zo fijn vond van deze maand, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin met een wenkbrauwkitje, dat is deze. Dit is een eyebrowkit van Miki. Miki is een merk wat verkocht wordt bij de Action. Dit is een doosje met, even kijken hoor, drie eyebrowstencils, een waxpencil, drie eyebrowpowders en een eyebrowbrush en spoelie. Zo ziet het aan de binnenkant eruit. Je krijgt hier een mooie tutorial. En dit zijn dan de producten. Ik zal ze er ook eventjes, ik zal even het blaadje aan de kant doen. Dit zijn eventjes de stencils. Ik laat ze er even in zitten, omdat ik zelf nooit stencils gebruik. Maar je hebt dus drie verschillende stencils waarmee je je wenkbrauwen kunt inkleuren. Ik heb hier nog nooit echt de meerwaarde van ingezien. Maar mocht je het fijn vinden om daar gebruik van te maken, zitten die dus in dit setje. Dan hebben we een waxpencil. Hier was ik zelf niet zo heel erg gek van. Want het is gewoon een potloodje met een waxpuntje eraan. Niet heel bijzonder, maar ik had ook niet zoiets van, oh, dit vind ik echt geweldig. Nou ja, dan hebben we hier dus de spoelie en het kleine kwastje. En dit zijn de drie kleuren. Ik zal ze even voor jullie swatchen. Ik heb zelf vooral gebruik gemaakt van de donkere. Dit zijn dan de drie kleuren. De lichte die zie je bijna niet. Dat is ook meer een product die je aanbrengt onder de wenkbrauw. Het middelste was te licht voor mij en het buitenste was eigenlijk goed voor mij. Ze vulde mijn wenkbrauwen goed in. Ik kon er gewoon prima mee aan de gang eigenlijk. En ja, het is ook wel leuk dat die tutorial er natuurlijk op staat. En ik vond het eigenlijk prima om hiermee te werken voor een low budget kitje. Dus ja, als je op zoek bent naar een goedkoop wenkbrauw setje, zou ik deze kunnen aanraden. Het is wel een beetje een grote, hij is niet zo heel handig om mee te nemen van je stash op te bergen. Maar ja, het is wel een heel mooi setje die niet duur is en waar je goed je wenkbrauwen mee kunt inkleuren. Dan heb ik een aantal producten uit een limited editie van Essence. Ik zal het er even bij pakken. Ik heb ze gevonden. Dit is namelijk uit de Bloom Baby Bloom collectie. Ik heb hier allereerst een Hulti Glow Primer Oil. Dat is deze. Dit is een primer die kun je aanbrengen op je gezicht. Hij ruikt super lekker. Heeft een pipetje. En hij ruikt zo lekker bloemig. Hij voelde heel fijn op mijn huid aan. Ik kreeg hier niet echt een glow van. Dat dan weer niet. Maar het geheel voelde gewoon heel zacht aan op mijn huid. Het voelde gewoon echt alsof ik heel goed gepruimd was. Hij heeft ook hij verzorgt je gezicht ook. En dat vond ik super fijn. Dus daarom vond ik, ondanks dat hij de glow niet gaf, de primer toch heel fijn. Hij is wel op oliebasis. Maar dat kwam met de foundation eigenlijk prima tot zijn recht. Dus dat is allereerst deze. Dan heb ik ook een highlighter. Ik heb twee highlighters geprobeerd. Eentje is in de veel productenbak beland. Maar deze vond ik wel heel erg mooi. En dat is deze. Dit is de 02 Rose & Shine. Het is een beetje een koele tint. Wat ik heel mooi vind is de bloem in het midden. Die zit dus in de highlighter. Ik zal hem ook even swatchen. En dan kun je ook zien hoe mooi hij eruit ziet. Zullen we een beetje uitsmeren. En dat is dus deze. Ik hoop dat hij goed overkomt op camera. Maar op je gezicht is hij super mooi vanwege die koele ondertoon. En dat vind ik zelf dus heel erg mooi. Dus daarom vond ik deze ook echt geweldig. Dan heb ik ook een blush lighter. Dat is deze. Die vond ik ook heel erg mooi. Dit is de 01 I Lilac You. Het is een metallic blush lighter. Heeft een hele fijne textuur. En ja, hij ziet er eigenlijk heel basic uit. Dus het is gewoon zo'n kleurtje. En het is echt een heel erg mooi kleurtje. Ik zal hem even swatchen naast de
highlighter. Maar echt, dit is hem dan. Super mooi kleurtje. Echt een hele fijne blushlighter. Die gewoon een hele mooie tint achterlaat. Dus dat vond ik super mooi. En het laatste wat ik uit de collectie heb, dat is het oogschaduwpalette. En dat is deze. Hoe vrolijk ziet hij er al uit met alleen al die bloemetjes. Palette is gemaakt van stevig karton. Heeft de naam 01 Popping Colors on Me. Ja, het heeft best wel felle kleuren. Je moet hier wel van houden. Daar moet ik wel heel eerlijk in zijn. Kijk die kleurtjes eens. Ik zal er even een paar nemen om te swatchen. Ik neem gewoon eventjes 4 kleurtjes. Die zal ik even aanbrengen voor jullie. En dan zijn dit de kleuren. Dit, oh, hoe ga ik dit doen? Wacht even. Dit is het pigment van de kleurtjes. Nou, zoals je kan zien ziet het pigment er eigenlijk heel goed uit. Het waren ook echt hele gepigmenteerde goede kleurtjes. Het zijn gewaagde kleurtjes waar je van moet houden. Dat zeg ik er altijd bij. Dit zijn niet echt paletten voor een alledaags ooglook. Althans, ik zou deze kleuren niet alledaags dragen. Maar ik was heel erg gecharmeerd van het pigment wat erin zit. Ik vind het ook wel een heel erg leuk paletje voor de zomer met felle kleuren. Ik vind het leuk om te experimenteren. Dus ik word van dit soort paletten wel heel erg blij. Dan heb ik een Fresher Skin. En dit is een foundation van Rimmel. Deze komt gewoon bij de Action vandaan. Dat kun je ook zien aan de verpakking. Dit is een hele fijne foundation. Ik zal hem even openmaken. Verpakkingen zijn niet zo heel erg handig. Ik heb hem in de kleur 102 Light Nude. Het is deze. Ik weet niet of dit soort potjes ook nog in de standaard assortiment te zitten van Rimmel. Vaak is het zo dat Action wat oudere producten verkoopt van bekende merken. Dus ik weet niet of je het bij de drogist zou kunnen vinden. Maar de prijs die je hiervoor betaalt is heel low budget. Volgens mij is deze nog geen €2,50. Maar zo ziet hij eruit. Er zit ook SPF 15 in. En het is niet echt een hele dikke foundation. Hij zit ook goed afgedekt met een topje. Dit is het kleurtje. Ik ga hem niet te schuin houden, want anders dan gaat hij eruit. Maar hij was gewoon heel erg mooi. Ruikt super lekker. Mijn gezicht werd er gewoon wel egaal van. Het is niet een volledige dekking, vond ik, als bij een gewone foundation. Maar desondanks vind ik dit soort producten wel heel erg fijn voor de zomer. Mijn gezicht zag er gewoon met gebruik van deze foundation heel gezond uit. Niet overdreven. Eigenlijk gewoon natuurlijk, maar net iets egaler. Zodat je eigenlijk niet echt je oneffenheden ziet. En ik was eigenlijk heel erg verrast dat dit product zo goed kon zijn voor een low budget product. Dus deze kan ik je echt aanraden. Ik heb deze even niet geswatcht. Mocht je nou benieuwd zijn hoe die eruit ziet op mijn gezicht, kun je altijd eventjes de review lezen op mijn blog. Want al deze producten die zijn gereviewd op mijn blog. Dus wil je er meer over weten, raadpleeg ik je eventjes mijn blog om. Kun je even mijn blog raadplegen om de volledige review van deze producten te lezen. Dan heb ik 2 oogschaduwpaletten van Catrice. En dit zijn de Superbla Volume 1 en Volume 2 paletten. Dat zijn deze paletten. Ik heb hier de 010 Bronze Upon a Dream. Dit palette heeft vooral warme en koper kleuren. En ik vind de verpakking heel leuk vormgegeven. En zo ziet het palette eruit. Het is wel een beetje goedkoop. Ik mis bijvoorbeeld een spiegeltje. Ik vind het niet een heel luxe palette om te zien. Maar de kleuren vond ik echt fantastisch. Ik zal er weer eventjes 3 nemen om te swatchen. Zodat je even kunt zien hoe ziet het pigment eruit. Ik heb hier 3 kleuren geswatcht. En die zien natuurlijk gewoon hartstikke pigmentvol uit. Ze brachten heel fijn aan. Je kon ze goed inblenden. Dat vond ik heel erg leuk. Ik was ook eigenlijk heel erg verrast door deze paletten. Omdat toch het Warm Cooper, het is eigenlijk ook wel een beetje nude. Dit is wel een palette wat voor alledaags draagbaar is. Op de achterkant zie je ook nog de volledige kleuren. Hou er rekening mee dat als je nu make-up koopt, dat er geen testers liggen in verband met corona. Dus je kunt de kleuren niet testen. Dus dat is wel een dingetje. Dat is wel lastig. Maar dat was dus deze variant.
En dit is dan de tweede. Dit is voor 2. Dit is de 010 I Cry Fire. Deze heeft frosted taupe kleuren. Hier zie je de kleuren op de achterkant. Het palet is verder precies hetzelfde. Alleen een ander kleurtje met andere tinten. Kijk deze kleurtjes. Ik zal er weer eventjes 3 pakken om te swatchen. Dat zijn dit soort kleurtjes. De andere zijn wat feller. Als ik hier bijvoorbeeld een paarsje nog naast doe, die vond ik ook heel erg mooi. Ze zijn heel gepigmenteerd. Ik heb misschien nu niet de allermooiste kleurtjes uit het palet geswatcht, maar ze zijn echt prachtig. Hetzelfde eigenlijk als bij de vorige variant. Ik vind ook die hele koele toon die hierin zit heel erg tof. Ze blenden gewoon heel fijn. Ze brengen makkelijk aan. Ze hebben eigenlijk van gelijk al best wel veel pigment. Dus je hoeft ze niet heel erg grondig op te bouwen. Maar ze zien er wel heel erg mooi uit. En ja, dat vond ik wel top. Dus daarom vond ik allebei deze paletten ook echt wel favorieten. Die ik nog met heel veel liefde ga gebruiken. Omdat ik ze heel erg mooie kleuren vond hebben. Ik heb wel veel oogschaduwpaletten, zie ik nu. Dan heb ik van Essence een Crystal Crush Eyeliner. Dat is deze. Het is eigenlijk een beetje, als je hem zo ziet, lijkt hij groen. Het is een 01 Fearless. Het is een liquid eyeliner met een shimmer erin. Nou ben ik normaal niet heel erg van de shimmers, maar ik vond deze toch wel heel erg tof. Hij heeft echt een heel erg dun penseeltje, dus je kunt echt heel erg nauwkeurig hiermee werken. En zo ziet de kleur er dan uit. Hij zou een beetje groenachtig zijn. Maar als je, hij is vrij donker. Ik weet niet of hij met zwartje heel mooi overkomt. Of je de glitters kunt zien. Maar ik was toch wel heel erg onder de indruk van deze eyeliner. Omdat ik niet had verwacht dat ik de kleur zo mooi vond. Op mijn ogen zag je de glitter ook heel subtiel terug. Zag er heel erg mooi uit. Dus ik vond dit echt wel een hele mooie eyeliner. Waarvan ik eigenlijk niet had verwacht dat ik er zo enthousiast van zou worden. En dat vond ik toch wel heel erg fijn. Ik ben normaal best wel kieskeurig met eyeliners. Ik heb vooral ook zwarte, maar ik vond dit kleurtje toch wel heel verrassend hoe die tot zijn uiting kwam. Dan heb ik toch wederom weer een oogschaduwpalette. Ik merk dat ik heel veel oogschaduwpaletten heb getest en dit is het Spicy Rust Collection eyeshadow paletten. Ik ben heel erg fan van deze oogschaduwpaletten, dus ik heb ze al meerdere keren getest ook. Verschillende varianten en ik blijf er heel erg groot fan van. Dit is de 010 Watch Shay Shayin met een kleine tutorial op de achterkant. En ook deze kleuren waren heel erg mooi. Ze zijn wel wat gewaagder, want ze zijn vrij donker. Maar wat ik heel erg leuk vind, is dat ze een light en sculpt kleur hebben. En de kleuren er eigenlijk gewoon super mooi uitzagen. Ik was hier echt heel erg verrast door. Ik zal eventjes de wat 3 donkerdere kleuren swatchen. Dan zijn dit de kleurtjes. Het zijn echt wel donkere kleuren. Je moet hier wel echt van houden. Daar blijf ik altijd bij. Want als je niks hebt met hele donkere kleuren. Ja, is dat best wel lastig. Maar het is een gewaagd palette. Maar de kleuren zijn zo mooi te blenden. Brengen fijn aan. En de pigmentatie is heel erg goed. En dat vind ik heel erg fijn aan deze paletten. Dat bijna eigenlijk altijd de pigmentatie heel erg mooi is. En dat is niet altijd te verwachten. Want ik heb ook wel eens eerder paletten gehad van Catrice die ik minder fijn vond. Maar deze vallen toch wel heel erg goed in de smaak, merk ik bij mij. Dan heb ik nog een Prismatic Holo Lighter. Dit is een stick. Het is een highlighter in stick vorm. Deze is van Essence. Het is de 10 Be Unique. Be a Unicorn. Ik zal even heel voorzichtig doen. Want de stick die heeft een beetje een handje van om eruit te gaan. Zo ziet de stick eruit. En zo ziet het highlight effect eruit. Je ziet hem niet heel goed op camera. Maar ik vond het echt een hele verrassende highlighter stick. Ik ben normaal niet zo van stick producten. Ik vind het altijd een beetje lastig. Maar ik heb deze aangebracht onder mijn foundation. En je bleef hem gewoon door de foundation heen zien. Nadat ik die eroverheen aanbracht. En dat vond ik heel erg verrassend. Dat heb ik namelijk niet vaak bij stickproducten, want meestal zie je ze niet zo heel erg goed. Maar dat was bij deze wel echt het geval. Dus deze kon ik wel echt toevoegen aan een van de fijne producten. Want ja, zoals ik zei, ik ben normaal dus niet zo van de stickproducten, maar deze was echt wel een toppertje. En ik vind ook de dot met de holografische effecten super leuk.
Dan ga ik toch weer door naar nog een uitschalingpalet. En dit is een palette van W7. Dit is de Delicious Natural and Berry Eye Color palette. Dat is deze. Heeft deze kleuren op de achterkant. Ik ben zelf heel groot fan van het merk W7. Omdat ik hun producten heel erg mooi vind. Het palette is gemaakt van stevig karton. Heeft een prachtige spiegel aan de binnenkant. En dit zijn de kleuren. Wederom weer wat gelaagdere kleuren. Ze zijn heel mooi uit te blenden. Ze hebben een goede pigmentatie. Ik zal weer eventjes 3 kleuren pakken voor jullie. Ik heb wel weer de wat donkerdere tinten. En dan zijn dit de kleuren. Er zitten natuurlijk heel veel kleuren in. Maar ik pak nu gewoon even 3 kleuren. Om te laten zien dat je een beetje een idee hebt wat de pigmentatie doet. En die is echt wel tiptop in orde bij dit palette. Je kunt eigenlijk best wel veel varianten. Want je kunt naturelle ooglooks maken. Maar dus ook een beetje de berry tinten. De paarse tinten. En dat vind ik wel heel erg leuk. Dat je heel erg kunt combineren. Want als je bijvoorbeeld niet zo van de paarse tinten bent. Zitten er ook gewoon voldoende naturelle kleuren in. Om toch een mooie ooglook te maken. Ik vind zelfs die berry tinten wel heel erg mooi. Maar de paletten is ook gewoon weer prachtig weergegeven. En dan denk ik van ja, dat hebben ze toch wel weer heel erg goed gedaan. Volgens mij is dit palette ook een dupe van een ander palette. Ik weet zo de naam eventjes niet. Mocht ik die bedenken, zal ik die even hieronder in beeld zetten. Maar het is in ieder geval een goedkope variant. En een heel erg fijn palette met goede pigmentatie. Dan ga ik door met een set van Real Techniques. En dit is het Eyes. Dit valt onder de ogen. En dit is het brow setje. Het is deze. De producten liggen hiernaast. Die zal ik je zo laten zien. Real Techniques heeft 2 setjes voor de wenkbrauwen. Ik heb de wat goedkopere variant. Want die andere is erg duur. En in dit setje zitten een angle tweezer. Een detailing tweezer. Een brow spoolie. Een arch definer. En een brow brush. Deze zijn schuin afgesneden. Maar dat zal ik je zo laten zien. Ook krijg je bij dit setje een opberghoesje. Die kun je dus zo neerzetten. En dan kun je je producten eigenlijk neerzetten. Ik doe dit zelf nooit. Ik gebruik deze dingen nooit. Ik vind het een leuke toevoeging. Maar ik heb alles gewoon in mijn kwasten set zitten. Dus ik gebruik ze zelf niet. Maar die krijg je erbij. Dan hebben we hier de... even kijken hoor. Dit is het Slanted Arc Definer. Dit is een schuin afgesneden kwastje. Maar het is meer een beetje... Het is niet echt een kwastje. Het is meer van dat sponsmateriaal. Waardoor ik deze eigenlijk nog niet heb gebruikt. Je zou hier bijvoorbeeld misschien wel een highlighter mee aan kunnen brengen. Maar ik ben daar nog steeds niet helemaal van... onder de indruk, omdat ik dit soort producten niet zo heel erg fijn vind. Dus die heb ik nog niet gebruikt, maar die krijg je er wel bij. Dan hebben we hier de spoelie. Het is een vrij kleine spoelie. Sorry, deze zijn niet schoongemaakt, moet ik heel eerlijk zeggen. Want ik heb er nog geen tijd voor gehad. Het is een vrij kleine spoelie, maar hij borstelt je wenkbrauwen heel goed door. Ik moest wel wennen aan het schuine afgesneden gedeelte, want de andere set heeft alles recht. Maar als je er een tijdje mee werkt, kun je er best wel goed mee overweg. Dus dat vond ik een hele fijne en hij is gewoon van goede kwaliteit. En dat merk ik wel. Ik heb altijd een goedkope spoelie gebruikt. Ging ook prima, maar ik merk wel dat dit echt goede kwaliteit is. En dan heb ik hier de Slanted... ik kan het niet zo goed lezen. Ik ga even op de achterkant kijken. Brow brush. En dat is deze. Het is een vrij klein kwastje. Ook weer schuin afgesneden. Je moet even wennen om hier wenkbrauwen mee te doen. Maar ook dat gaat steeds beter, moet ik zeggen. En ik ben gewoon heel erg groot fan van de kwasten van Real Techniques. En deze vond ik dan ook echt geweldig. En het extraatje waren dus de tweezermans. Die je erbij kreeg, tweezerman, de tweezers. Dit is de detailing tweezer. En het fijne van dit pincetje is dat hij een heel klein puntje heeft. Waardoor je echt de kleinste haartjes weg kunt halen. Vond ik echt super geweldig. Ik heb hem al een paar keer gebruikt. En hij is ook nog eens super scherp. Ik was hier heel erg van onder de indruk. En dan heb je een gewone tweezerman. Dit is een angle tweezer. En deze heeft gewoon eigenlijk een basic punt.
Ik gebruik over het algemeen wel meer mijn tweezerman, maar deze kreeg je gewoon bij. En het is nooit verkeerd om meerdere tweezers te hebben. En ik moet zeggen, ik vind de pincetjes ook super fijn. Dus dit setje vind ik ook echt super fijn. Ondanks dat ik even moest wennen aan het schuin afgesneden, ben ik heel erg blij dat ik ook deze nu in mijn stash heb zitten. Dit zijn trouwens nog de oude kleuren, niet de nieuwe kleuren. Die zijn iets anders, maar deze hebben nog de oudere kleurencombinaties. En dat vind ik zelf niet heel erg. Want ja, ik vind dat ook wel leuk omdat ik daar zelf ook de oogschaduwkasten van heb. Dan ben ik toe aan de laatste producten van de maand. En ik moet zeggen, dit vind ik wel echt een van mijn grootste favorieten. Het is namelijk de collectie van Mini & Daisy. Het is een limited editie van Catrice. Dit. Daisy is bij ons gewoon Catrice. Deze collectie die bestaat uit 2 oogschaduwpaletten en 6 nagellakkleurtjes. En ik zal even beginnen met de nagellakjes. 1, 2. Ik heb hier de nagellakkleurtjes en ik heb er dus 3 van Mini en 3 van Daisy. En dit zijn de 3 van Mini. Ik zal ze eventjes, dit zijn de 3, ik zal ze even los laten zien. Het zijn mini lakjes. Ik heb hier de kleur C01 Fashionista. Dat is dit kleurtje. Ik zal hem even iets scherper stellen, zodat je eventjes iets beter ook het afbeeldingje ziet. Het is een dubbel dopje. En ik zal je even het kwastje laten zien. Keer kleuren op staat uit. Dit is namelijk een vrij dun kwastje wat erbij zit. Deze kleur die heeft trouwens wel een onderlaag nodig. Het is meer een glitterkleurtje. Dus daar moet je eigenlijk een witte onderlaag over aanbrengen. En daarna dekt die heel erg mooi. De lakjes blijven niet super lang zitten. Maar de dekking is over het algemeen wel heel goed. Ze blijven een dagje of 3 mooi. Daarna krijg je echt wel chips. Maar ja, dat is wel te verwachten natuurlijk bij nagellakjes van Catrice. Dus dat is allereerst deze. Dan heb ik dit kleurtje. En dit is de C02 Leading Lady. Heel mooi nude kleurtje. Maar toch wel heel erg mooi. Het lijkt een beetje nude. Maar hij is over het algemeen toch nog best wel pigmentvol. En ja, ziet er gewoon heel erg mooi uit. Het is ook een heel mooi lakje. En deze. En dit is al een van mijn favorieten van Mini. En dat is de kleur C03 Everybody Sweetheart. Heel mooi rood kleurtje met toch een kleine shimmer erin. Prachtig, echt. Ik was hier heel erg van onder de indruk. En dan heb ik natuurlijk ook 3 lakjes van Mini, van Daisy. Ik zal ze even op volgorde doen. Ik heb allereerst de C04 Alter Ego. Dat is deze. Ook deze die heeft een onderlaagje nodig. Want dit is een vrij licht kleurtje met iets wat minder pigment. Waardoor je heel snel je eigen nagels erbij ziet. Maar desondanks was het wel een hele leuke kleur. Voor als je wat minder opvallende nagels wilt. Ik ben zelf wel meer van de opvallendere kleuren. Maar oké. Dan heb ik hier de C05 Daily Daisy. Heel prachtig kleurtje. Een beetje paarsachtig. Zien jullie deze eigenlijk wel goed. En heel erg, erg mooi kleurtje met een mooie pigmentatie. Echt prachtig. En van de Daisy collectie was deze mijn favoriet. En dit is de C06 Hot Temper. Dit is een donkerpaarse kleur. Echt fantastisch. Echt geweldig. Dat waren de nagellakjes en dan de 2 oogschaduwpaletten. Ik heb allereerst de C01 Mini Signatuur. Dat is deze. Mini Signatuur. Mooi roze paletje. Hij is gemaakt van steelkarton. Leuke afbeelding erop. Hele prachtige spiegel waar ook een heel erg leuk dingetje in zit. En dit zijn de kleuren. Ik zal er eventjes een aantal voor je swatchen. Ik moet wel zeggen, er zit een verschil tussen de 2 paletten. Dit zijn de kleurtjes. Pigment is echt super goed van dit palet. Ik had geen moeite met het aanbrengen. Ik kon ze heel makkelijk blenden. De kleuren hoefden ook niet echt opgebouwd te worden. Het zijn echt hele mooie kleurtjes. Het zijn meer roze naturel tinten eigenlijk die het mini paletten heeft. De kleuren staan er ook onder. Het is een beetje moeilijk zichtbaar want het is in het goud. Maar echt een heel erg leuk palet waar ik helemaal blij van word. Er zitten 9 kleurtjes in. Dus dat was allereerst die van Mini. Prachtig.
Maar dan komt die van Daisy. Dat is deze. Deze heeft een paarse verpakking. Super mooi. Heeft de naam C02 Daisy Signatuur. Spiegeltje is ook weer fantastisch. Fantastische kleuren, een beetje paars tinten. Ik zal er eventjes drie pakken voor je om te swatchen. Dit zijn de kleuren. Je ziet gelijk dat het pigment eigenlijk iets minder is als die van het paletten van Mini. Deze oogschaduw uit het paletten van Daisy vond ik wat brokkelig. Ze brachten minder fijn aan. Het duurde heel lang voordat de kleur opgebouwd was. Maar je moet er echt geduld voor hebben. Je moet echt meerdere lagen. Ik ben normaal iemand die twee lagen opbrengt van een paletten met oogschaduw. Deze had er echt wel vier nodig om goed tot zijn recht te komen. Blenden was ook iets moeilijker. Maar desondanks dat het wat moeilijker vindt, vond ik de kleuren wel fantastisch. Dus ik heb hem wel bij de favorieten gedaan. Ik ga het palet ook zeker nog vaker gebruiken. Er zit ook allemaal poeder. Het is wel een heel poederig palet. Normaal is dat een heel goed teken. Maar ja, deze had dus echt wat meer moeite om op te bouwen. Omdat de structuur van de oogschaduw was anders dan van het mini paletten. Dat vind ik toch een beetje gekkig, omdat je denkt twee dezelfde paletten. Desondanks vind ik ze beide geweldig. Ook al heeft deze wat meer moeite om op te bouwen, vind ik het toch echt een prachtig paletten. Waar ik gewoon de tijd voor neem als ik deze gebruik om een mooie ooglook mee te creëren. Want je kunt er echt wel hele mooie ooglooks mee creëren. En dat vond ik echt toch wel heel erg leuk. Dan waren dit alweer al mijn favoriete producten van de maand mei. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie het leukste product vonden. Misschien heb je ook wel interesse in een van de producten dat je denkt, goh, ik zou er toch eens naar willen kijken. Een kleine disclaimer. Ik heb dus een aantal limited edities. Dat is dus de Bloom Baby Bloom. Ik weet niet of die op dit moment nog in de winkel ligt. En dat geldt ook voor deze van Daisy en Mini. Ik hoop echt, als je ook van Disney houdt, dat je wat ervan hebt kunnen scoren als je daar benieuwd naar was. Want ik vond dit echt een fantastische collectie. Dat vind ik altijd wel een nadeel bij deze video's, dat ik vaak limited producten heb. Maar ik vind het toch belangrijk om die ook met jullie te delen. Maar ik ben in ieder geval weer heel erg blij dat ik al deze producten nu lekker in mijn stash kan gaan toevoegen en ze gewoon weer kan gaan pakken. Want zodra ze in het mandje vallen, omdat ze gereviewd zijn, van in het mandje zitten van oké, je bent fijn. Dan komen ze er ook echt even een maandje niet uit. En na een maand kan ik ze dan ook weer gewoon echt lekker gaan gebruiken. En dat vind ik altijd wel heel fijn. Voor nu wil ik je in ieder geval super bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan door op het knopje met mijn gezicht te drukken. Maar ook op mijn kanaal zelf. En daar kun je ook het belletje aanzetten. Krijg jij melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. En ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doei!